Yo mensen, welkom weer terug bij een nieuwe vlog op mijn kanaal. Natuurlijk weer Rotjoch vlog op de maandag. En we gaan er weer tegenaan, terwijl hier iemand zich het schoonmaken is naast mij. Tommy. Wil het allemaal lukken, Tom? Nou, die is druk bezig. Alright, in ieder geval, het is weer een vlog. Op dit moment is het zaterdag. En het is echt een verschrikkelijk weer. Vandaag komt er ook een dikke vette storm. Als het goed is, code rood is gegeven. En ja, iedereen zit dus eigenlijk binnen. Want er zou eigenlijk vandaag een festival zijn. Dat is Welcome to the Future zou het zijn. Daar zou mijn vriendin heen gaan. En ik zou misschien ook gaan. Gelukkig had ik geen kaartje gekocht. Want het is afgelast uiteindelijk. Want wauw, moet je gewoon zien. Die bomen en shit. Het gaat hard. Het wordt echt een fucking chaos. Ik heb er ook, het is echt fucked up. Maar dat is dus allemaal afgelast. En ja, ik moet gewoon natuurlijk mijn opname shit doen. Maar ik ga even laten zien hoe het nu staat, hoe het nu gaat en waar het op slaat. Even kijken. Als eerst ga ik even kijken wat mijn bord is van vandaag. Het is vandaag zaterdag. Alleen, je ziet het al. Kijk. Ik heb een bord met al die spullen erop, weet je wel. Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag. Allemaal kleurtjes. Dan heb ik samen. Roze is met Laura, mijn vriendin, wat doen. Zwart is de sportschool en is iets wat ik niet zo leuk vind, is belasting betalen. En groen was lesgeven. Blauw is YouTube. Je ziet woensdag Pokémon moeten opnemen, Factions en Skywars. Drie keer Mario was een idee, ik Mario wilde gaan opnemen, maar het wordt hem niet. En drie keer PvP pack. Die heb ik gedaan, die niet. Die wel, die ook. Dus alleen Pokémon heb ik niet gedaan. Maar ik mis gewoon heel veel opnames. Vandaag wordt het een hele drukke dag. Ik heb een Starbucks spullen teruggebracht op zaterdag. En ik moet nog vet veel opnemen, want kijk, ik zal het laten zien. Dit is mijn sportrooster, dit is mijn rooster op dit moment. Rotjoch vlog, moet ik nog opnemen? Nou, dat doe ik nu. Factions, Pokémon, Randomizer, Factions. Scars heb ik al gedaan, die heb ik al geëdit zelfs. Hier zit veel rood, dus ik moet vet veel opnemen. En ik zie dat mijn batterij van mijn vlog leeg is. Ik zie jullie zo meteen wel weer eventjes, oké? Maar dat moet ik dus allemaal doen nog. Pff, wat een dag. Welkom mensen, het is een dagje later als gisteren, mijn batterij had ik wel heel erg opgeladen. Dus dat was fucked up en ik heb vandaag de hele dag gewerkt in de fietsenmaker. En ik ben eindelijk thuis en ik ben helemaal alleen thuis, want ik ben deze hele week alleen thuis. Dus dat is lekker, tot met vrijdag heb ik heel het huis voor mezelf alleen. Maar ik moet wel keiveel werken, dus dat is fucked up G. Goed, ondertussen was ik even onderweg naar de keuken, want ik ging mijn kopje koffie fixen. Want zonder een kopje koffie word ik heel chagrijnig. En dat is niet de bedoeling. Ondertussen kun je kijken naar de ravage buiten. Overal liggen de takken en troepjes van die storm van gisteren. Dus dat was een beetje fucked up, een beetje gekke shit. Maar ja, dat zijn de dingen die eigenlijk gebeurd zijn vandaag. Ik moest gewoon heel lang werken. En ik heb de tijd gehad om een beetje na te denken over wat ik precies wil doen op YouTube. Want views gaan lekker, zeker weten. Het gaat de goede kant op. Maar ik wil iets hebben wat niemand anders heeft. Want iedereen heeft die serie Skyward. Dat is standaard shit. En ik ben eigenlijk ben ik heel creatief in het verzinnen van verhalen. Of mijn Kingdom verhaal die eraan komt is heel gaaf. Maar ik wil ook een soort verhaal even verzinnen. En ik heb er een verzonnen. Hij is heel gaaf. Hij is heel vet. En ik ga eraan werken. Dus dat wordt mijn nieuwe project. Dat is een heel groot project voor mezelf. Die ik voor mezelf opzet zonder hulp van andere grote YouTubers. Als ze willen helpen. Hartstikke awesome natuurlijk. Maar het wordt zo'n roleplay met een hele vette, heel vet verhaal. En ik ga zo meteen werken aan de trailer. En ik ga de server moeten regelen. En ja, dat is wel iets waar ik dus heel veel mee bezig ga zijn. En daar ga ik natuurlijk ook mensen voor nodig hebben die willen bouwen. Dus ik heb op zich al vette bouwers nodig. En dat is meestal wel een probleempje. Maar dat wordt best wel vet. Het wordt een hele grote roleplay server, dus dat is awesome. Ik moet dus ook beter de faction server, want ik ben laatst geband van die server dus. Ik weet niet of ik het gisteren verteld had, maar ik ben geband van die andere server voor een week. Dus dat is fucked up, dat is zuur. Maar ik was bij mijn eigen faction server. En daar zijn we nu ook mee bezig. De bouwers zijn al bijna begonnen. Ze gaan vandaag beginnen als het goed is met bouwen. Dus dat is best pretty cool. Dus vandaag moet ik gewoon weer hard in de bak gaan. En ik ben dus onderweg om te beginnen aan de trailer. Van mijn nieuwe serie die ik ga doen dus. Ik ga het noemen, volgens mij, ik denk World of Minecraft. Maar ik weet het nog niet zeker. En weet je hoeveel ik al heb? Helemaal niks. Ja, want ik heb vandaag de knoop doorgehakt. Ik heb een gesprek gehad met degene die de server gaat hosten. Dus dat is wel slim. Maar het wordt nog steeds heel erg lastig en zo allemaal. Dus dat is best wel moeilijk. Ja. Maar daar ben ik dus heel erg bezig. En deze zomer moet ik keiveel werken. 5-6 dagen per week. Dus ik heb echt vet weinig tijd. Dus deze laatste paar maanden
Eens 2 maanden, 3 maanden moet ik echt knallen. Het zijn mijn 3 maanden die mijn vriendin ook gegeven heb om te laten zien dat ik een YouTuber kan worden. Dus daar moet ik nu even keihard tegenaan gaan en daar heb ik jullie steun dus bij nodig. Weet je, blijf lekker mijn video's kijken. Ik krijg leuke, toffe reacties. Ik word heel erg blij van jullie. En dat is awesome, weet je. Dus blijf me lekker dan steunen. Dat vind ik dus awesome. En wie weet, als ik je vaker zie of je heel erg tof vindt, kan je inderdaad op mijn nieuwe, in mijn nieuwe serie komen. Weet je, de roleplay serie. In ieder geval mensen, deze vlog was weer een vlog van Lickme versie, die eigenlijk helemaal niet bijzonder. Weer een paar updates eigenlijk. De vlogs zijn eigenlijk bijna alleen maar updates. En nou ja, dat is wel beter eigenlijk. Eigenlijk elke week te zien, want waar ik een beetje over nadenk. Wat er eigenlijk in mijn hoofd speelt. En het is wel fijn. Het is wel lekker dat ik bij jullie kan droppen wat er allemaal aan de hand is. Dus dat is chill. Ook de texture pack video's worden goed ontvangen. Nogmaals, awesome sauce, dank jullie wel. Dus ja, het gaat allemaal de goede kant op. Dus ik ben hartstikke blij met jullie. En ik hoop dat jullie ook blij zijn met mij. En eigenlijk deze vlog is eigenlijk alles al verteld. Dus inderdaad, zorg ervoor dat je me blijft steunen. Dat is awesome sauce. Laat weten wat je wilt zien. En natuurlijk welke series jullie awesome vinden. Blijf het allemaal reageren, ik vind het heel leuk. En hopelijk zie ik jullie in de volgende video. Dankjewel voor het kijken. Laat me alles wat zien. En natuurlijk, peace.